Hallo lieve mensen, ik ben weer eens in de buitenlucht. Ik ga jullie laten zien wat je leuk met dit ontzettend gezellige klimrekje kan doen. Ik kreeg ook wat vragen over hoe mensen hun push-ups kunnen verbeteren en hoe mensen hun pull-ups kunnen verbeteren. Persoonlijk kan ik geen pull-ups, ik kan wel chin-ups. En daar kan ik je ook wat tips over geven. Ik ga eerst even beginnen met een paar oefeningen, gewoon achter elkaar. Daarna geef ik even mijn uitleg. Oké, succes! En als je vragen hebt, hoor ik het wel. Heel veel mensen die vroegen mij variaties over push-ups en hoe ik push-ups dus wat zwaarder kan maken. Daar ga ik even een uitleg geven en ik gebruik dat rek hierbij. Maar dat kan natuurlijk ook thuis gewoon met een stoel, iets dergelijks. Oké, een push-up. Nou, ik zeg het wel vaker, hè. Ik ben geen fan van push-ups op de knieën. Dat komt namelijk omdat je dan jezelf nooit aanleert om push-ups op de tenen te doen. Wil je ze nou per se wel op de knieën doen? Zorg ervoor dat je een rechte plank maakt. Dus liggend beginnen heeft dan de voorkeur. Handen naast de borst. Hou de nek lang. Druk jezelf omhoog. Dus wat ik nooit wil zien is dit. Nou, ik zeg het wel vaker. Dat noem ik een porno push-up. En dat doen we echt niet. Het is echt niet lekker voor je rug. En je gebruikt ook veel minder het bovenlijf op die manier. Je wil namelijk, kijk, als ik naar voren hang.
is echt al mijn gewicht naar voren. Naar mijn borstspieren, naar mijn bovenlijf. Nou, ik doe hem dus gewoon op de tenen. De makkelijkste push-up op de tenen is eigenlijk die met een wide hands position. En je voeten ook wat wijder. Dus zoals ik hem nu heb, dit is eigenlijk het makkelijkst. En wat je dan eigenlijk kan doen om hem een beetje goed aan te leren, is niet te diep gaan. Dus gewoon een klein stukje. Nou, klassieke fouten die ik vaak zie is dit. Heupen naar voren, doe dat niet. Vernest voor je rug. Het tweede is schouderblad. Dus dat echt mensen het vanuit de schoudergordel doen. En niks met de ellebogen. En het derde is een soort het bengen. Doe dat ook niet. Dus probeer echt de ellebogen te bewegen. Voor vrouwen is het bovenlijf vaak iets minder sterk dan voor mannen. Dus geef jezelf gelegenheid om gewoon iets dieper te gaan steeds. En doe niet te veel herhalingen. Zodra je merkt dat je gaat trillen, gaat compenseren, gaat hangen in je heup of in je schouderblad of gaat headbangen. Dat is een teken dat het eigenlijk een beetje genoeg is. Dus doe in dat geval gewoon iets meer sets met iets minder reps. Dus doe dan bijvoorbeeld 6 sets met 3 of 4 reps. En bouw vanuit daar uit naar een hoger aantal herhalingen. Reps betekent herhalingen. Zo, nou, wat kunnen we dan doen om het intensiever te maken? Dus je bent al een tijdje bezig en je merkt dat je iets dieper kan. Kijk dan eens of je je handen smaller kunt maken. Op die manier wordt die iets intensiever. Dus hoe kleiner het steunvlak, dan gaat het ook op voor de voeten. Als je de voeten tegen elkaar doet en de handen bij elkaar, dan wordt die wat uitdagender. Heb je natuurlijk allerlei soorten variaties, hand achter de rug met klopjes, met van alles, al die gekkigheid. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Als je het leuk vindt, kun je het natuurlijk doen. Maar wat ik zelf een hele effectieve manier vind om wat pittiger te maken, en daarom ben ik even bij dit rek gaan staan, dat is met de voeten op een verhoging. En op die manier zet je nog meer gewicht op het bovenlijf. Dus probeer deze nou eens te gaan oefenen. Dus laten we zeggen dat je een aantal sets doet op de grond liggend. Kijk dan eens of je steeds 1 setje kan vervangen. Dus laten we zeggen dat je 6 sets doet van 5 push-ups. Ik zeg maar wat, hè? Dat kan ook 10 zijn. Kijk dan eens of je 1 van die sets kunt vervangen door 1 met de voeten omhoog. En dan maak je hem al wat intensiever en gooi je er al wat meer kracht op. Dat is ook een goede manier om de kracht van het bovenlijf op te, omhoog te krijgen, wat te vergroten. Nou, ik wens jullie heel veel succes en stuur me een berichtje als je vragen hebt. Ik krijg wat vragen van mensen die wilden graag pull-ups leren. Nou, ik kan zelf geen pull-ups. Pull-ups zijn met wide grip. Hoe wijder de grip, hoe groter de kracht die je moet produceren. Dus ja, ik kan ook niet alles. Zover ben ik nog niet. Ik kan wel chin-ups. Chin-ups zijn met de hand reversed grip. En ik kan je even leren hoe je dat kan leren. Nou, op zich geef jezelf de tijd om dat te leren. Hè. Dat duurt eventjes. Dus ja, dat gaat niet over enig te ijs. Je zal echt, net als met die push-ups, gewoon echt 3 keer in de week dat even doen. En zorg ook dat je even gaat klungelen. Ik heb expres dit lage rek gekozen. Omdat ik bij de grond kan. Dus ik hoef ook niet een blokje te pakken. Ik hoef nergens op te springen. Ja, dat scheelt. Bij chin-ups of pull-ups is het heel belangrijk dat je actief je bovenlijf gaat versterken. Met krachttraining. Dus met kleine dumbbells van 1 kilo komen we daar niet mee. Dus zorg ervoor dat je, ja, als je niet in de sportschool kan trainen en aan de ijzers kan hangen. Dan zou ik bijvoorbeeld kiezen voor push-ups met de benen omhoog, dat soort dingen. En met oefeningen met grote dumbbells of bijvoorbeeld grote tas met boeken, dat soort dingen. Maar zorg ervoor dat je borstspieren, schouderspieren en bovenkant rug super groot kracht verbetert. Dus dat je echt naar de 10 herhalingen gaat en dat je echt zorgt dat je dat grote kracht vermeerdert. Dus dat is echt belangrijk, anders gaat het niet lukken. Verder zit er natuurlijk een stukje stabiliteit en techniek bij. En dat kan je natuurlijk leren door een paar oefeningen die ik je nu zal laten zien. De eerste oefening die ik ga laten zien. Ja, dit is een klimrek, het loopt rond, het is niet ideaal. Maar als je bijvoorbeeld iets hebt met een rechte stang waar je onder kan. Kan ook bijvoorbeeld in de gym op een smithmachine zijn of zo. Pak een beet. Zet je benen lang uit. Dus je ziet dat ik niet naar achter leun. Til hem op. En dan ga je eens kijken of je hem op kan trekken. En dat kan natuurlijk ook met die handen zo. Hè? Dus je trekt jezelf omhoog en dan laat je rustig zakken. Op die manier
kun je ook een heel eind komen. Dus met lichaamsgewicht. En kijk eens of je dan steeds die voeten wat verder naar voren kan brengen. Op die manier kun je op kracht trainen. Nou, je ziet in de sportschool heel vaak mensen met een elastiek pull-ups leren of chin-ups. Ik ben er zelf niet zo'n fan van, want ik heb liever dat je gewoon echt aanleert met je eigen lichaamsgewicht. En dat gaat ook voor een stukje, hoe zeg je het, mind-muscle connection, zelfvertrouwen. En ook als je denkt van, ik heb hem even, doe het niet te vaak met elastiek, want anders ga je het nooit zonder elastiek leren. Ik zou het gewoon zonder doen eigenlijk, eerlijk gezegd. Oké, dan gaan we hier naartoe. Dus ik zei het al, begin met een chin-up, niet met een pull-up. Hoe wijder de armen, hoe minder kracht je kan produceren. Hè? Hoe dichter en compacter bij het lichaam, hoe makkelijker die is. Dus wat je allereerst gaat doen om chin-up te leren is omhoog springen. Dus echt een beetje kracht maken. En dan probeer je gewoon eens te blijven hangen. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Kijk eens of je dit kan blijven hangen. Nou, en als je het niet meer houdt, laat je hem gewoon los. Dat is eigenlijk de eerste stap. En daarnaast natuurlijk het bovenlijf goed verstevigen, sterker maken. Borstspieren, schouders, bovenkant rug. Anders ga je het niet redden. Tweede stapje. Als je denkt van nou, ik kan hem een beetje vasthouden. Wat je vaak ziet in het begin trouwens, ben ik vergeten te zeggen. Dat mensen ontzettend heen en weer swingen. Probeer nu eens eerst om stil te hangen. Dus dat is eigenlijk, als je de hele tijd heen en weer ziet, zou je natuurlijk nooit die beweging kunnen maken. Dus eerst stil houden. En de tweede stap is eigenlijk vasthouden en dan heel langzaam laten zakken. En gewoon loslaten. Dus probeer die twee dingen nou eens even goed te oefenen. En als dat beter gaat, dan zal je merken dat je hem een kleine bewegingsuitslag kunt optrekken. Hou vast, schouders laag, laat vast. Sommige mensen vinden dit prettig, nou, dat maakt me helemaal niet uit. Ik vind het zelf niet prettig. De tweede is opstrekken, heel langzaam laten rekken. Oké. Ik wens je ontzettend veel succes. Als je vragen hebt, laat het me weten. Doei!